Wow, wat de hel? In één keer gebeurt er iets, jongens. De kubus gaat hier van de berg afrollen. Ik heb dit hier helemaal neergezet. En daar gaat hij, hoor. Rolt hij helemaal door? Hij rolt maar tot daar. Jeumig! Jeumig, 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 jongens. Er gebeurt hier zo ongelooflijk veel. Er is zoveel gebeurd gisteren eigenlijk al. Gisteren toen ik dus dat afspraakje had voor de mensen die me allemaal een beetje volgen. Gisteren had ik een afspraakje. En daardoor heb ik een hele hoop dingen gemist. En kon ik het allemaal niet doen. Maar vandaag ben ik weer lekker terug. En kunnen we gewoon weer lekker heel snel met alle nieuwtjes zijn en zo. Maar voor de mensen die het nog niet wisten. De kubus die stond natuurlijk in een magnetisch veld. En dat is gewoon hier zo. De kubus is gewoon over een bergje heen gegaan nu. Hij gaat daarna weer naar beneden. Maar goed, hier is dat magnetische veld. En ik ga even kijken of ik daar gewoon in kan springen. Dat moet er gewoon lukken, denk ik. Oké, ik hoop dat ik niet doodval. En... Oh, nee, dat haal ik niet. Oh my god, ik sprong verkeerd. Hier moest ik zijn. Oké, hier is in ieder geval de eerste van de 7 runes. Gisteren was het allemaal al bekend. Ik heb het gisteren ook al verteld. Dit is de allereerste rune. Er komen er nog 6 aan. Dus dit is het eerste tekentje wat er zal zijn. Er komen er dus nog 6 door heel de map. We weten niet waar precies dat ze komen. Maar de kubus die zal dat ergens plaatsen. Waar, dat weet helemaal niemand. Maar de kubus die plaatst dus 7 van deze dingen. En die beweegt dus 7 keer. En daarna is hij bij een lake. En dan gaat hij activeren. Dan staat er turn on. Dus dan gaat hij aan. Mensen denken nog steeds dat het loot lake zou kunnen zijn. En dat denk ik ook. Want de raket, weten jullie dat nog? Die ging door de lucht. En die scheurde overal in de lucht een beetje. En die kwam dus bij de Vikingberg. Daar had hij een scheur gemaakt. Hij was bij Tilted Towers. Daar had hij een scheur gemaakt. Loot lake. En hij had het stukje gedropt bij Anarchy Acres. En Anarchy Acres en de Vikingberg die zijn dus veranderd. Maar Loot Lake en Tilted Towers nog niet. En daarom hebben een paar mensen die heel erg veel tijd hebben. Die hebben heel veel onderzoek gedaan. En alle 7 de runes die er nog aangekomen. Dit is de eerste dus. De andere die zijn ook al bekend en ook al geleakt. Hoe dat hieruit zien. En als je die bij elkaar gaat puzzelen. Dan vallen die precies in elkaar met Tilted Towers. Misschien lijkt het een beetje ver gezocht. Maar het zou kunnen dat Tilted Towers gaat veranderen, gaat verdwijnen of wat dan ook. Tilted Towers en de runes vallen dus precies in elkaar. Het is dus gewoon precies kloppen. Dus er gaat iets mee gebeuren. Misschien dat op die plek de kubus midden in Tilted Towers zo'n rune gaat plaatsen. En dat Tilted Towers gaat veranderen. Of misschien dat, weet ik veel wat, dat Tilted Towers in één keer een hele oude stad wordt. Ik weet het niet. Het kan ook zijn dat de kubus gewoon dus echt naar Loot Lake gaat. En dat daar een onderwater city komt. Dat is ook allemaal geleakt. Ik heb een linkje in de beschrijving staan. Dat filmpje moet je zeker kijken. Dat is geleakt gisteren ergens door een Amerikaan. En die heeft dus allemaal informatie verzameld en alles uitgezocht. Wat heeft te maken met het vikingschip en zo. Nou ja, heel veel mensen vroegen ook... Marnik, hoe was het afspraakje nog gisteren wat je had? Nou, dat afspraakje, dat was superleuk. Ik was gewoon bij een gamehall in Utrecht. Waarom schiet dat ding niet gewoon even raak? Waarom schiet hij niet gewoon even raak? Nou ja, die rolt hij dus naar beneden trouwens. Maar dat afspraakje was superleuk. Sushi gegeten, dat soort dingetjes. Veel te veel privé dingen vertel ik hier. Maar ik denk dat is misschien wel leuk. Zodat jullie alles meekrijgen van wat ik allemaal doe. Lekker een beetje persoonlijker maken dit. Alsof wij vrienden zijn van elkaar. Is dat leuk? Ja! Nee, ik hoop het wel. Oké, goed. Ik ga ook nog live denk ik met Fortnite vandaag. Weet ik niet zeker. Maar de challenges komen eraan. Dus gaan we die lekker even live doen zometeen. Jongens, laat een like achter, abonneer voor meer. En heel snel zullen wij weer nieuwtjes en updates hebben. Want ja, gisteren was ik dus afwezig helaas. En waren de updates laat. Vanaf vandaag zijn ze weer lekker terug, jongens. Laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.